wat uitgelekt is, daar ga ik verder niet op in. Dat is vreselijk voor mij en ik vind het ook vreselijk voor alle mensen die het hebben moeten zien. Dat is een gegeven en dat moet ik een plek gaan geven. Dat is een open wond en dat heelt en dat blijft een litteken voor altijd. Emotioneel, zwaar aangeslagen, maar ook strijdvaardig deelt Fred zijn verhaal. Vorige week woensdag ontdekte de stylist dat er een privéfilmpje van hem op internet rondgaat. Zijn wereld stort in. Dan ben je weggebijt. Dan lijkt alsof de wereld onder je voeten vandaan gaat en dan ben je compleet in paniek. Toen is het hele circus begonnen. Recherche. Ambulance, omdat iedereen zich zorgen maakte. Inmiddels hadden al mijn vrienden zich verzameld. Waarom meelijden met hem, hoor? Het is echt zielig. Ze hadden een schoftje niet hebben gedaan. Wordt eigenlijk de regie overgenomen. En er wordt nu op een aantal platforms, bladen, wordt er gezegd dat ik ben opgenomen in de Bouwmankliniek. En dat klopt. Waarom ben ik er opgenomen? Omdat het de enige plek is in de omgeving waar op dat moment nog plek voor mij was. Het was laat op de avond. Mijn vrienden houden van mij, kunnen voor me zorgen, maar die konden niet de professionele hulp bieden die ik op dat moment nodig had. Na een nacht mag Fred weer naar huis, waar hij door zijn vrienden wordt opgevangen. En dat was heel fijn. Ik ben gewoon naar huis gegaan en hebben mensen voor me gekookt. We hebben gepraat, we hebben gelachen, gehuild. Alles wat je doet met je vrienden. En omdat alles zo onzeker is, maak ik me over alles zorgen. De schaamte die ik heb, om niet alleen mijn vrienden hebben dat filmpje gezien. Jullie hebben het misschien allemaal gezien of niet. Ik heb heel veel mensen gehoord die het niet hebben willen zien. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ook mijn familie ziet het, mijn moeder ziet het. Dus die dag is een hel. Ik kan niet anders zeggen dat het een hel was. En de zondag, toen ging het mis. Zondag kreeg ik een aantal berichten via toch te horen. En ook al had ik geen telefoon. Ik heb een telefoon. Ik ben altijd slim genoeg om twee telefoons in huis te hebben. Heb ik ook. Heel dom, toch stiekem gekeken op die telefoon. En dan is eigenlijk het eerste wat je ziet, is een aantal reacties. En al krijg je 100 mooie reacties, en één kutreactie die blijft hangen. Ik was compleet in paniek. Zonder in details te treden. En ik heb heel lang nagedacht of ik dit nou wel of niet moet zeggen, maar ik ga het wel zeggen, want ik wil de regie in eigen hand nemen. Ik heb mezelf iets aangedaan. En omdat er zoveel goede mensen in mijn omgeving zijn, ook mensen die arts zijn, die hebben heel accuraat en heel snel kunnen handelen. Door deze mensen en door ook de ambulance dienst, de politie, de brandweer, iedereen, ben ik er nog. Fred wordt door de hulpdiensten uit zijn huis getakeld en iedereen is bang voor het ergste. Als dan mijn moeder bijvoorbeeld, of mijn familie, of mensen waarvan ik hou, lezen dat ik dood ben, dat ik dood uit mijn huis ben getakeld, dat is vreselijk. De reden dat ik door de brandweer uit mijn huis ben getakeld is omdat ik in een oud heerhuis woon. Ik kon niet met een brancard van boven naar beneden. De reden dat er een doek over mij heen is gegaan is omdat mijn slaapkamer is hoog. Het was koud, het was winderig en de broeder die heeft voor zowel de kou als de privacy heeft hij mijn gezicht bedekt. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan. Daar ben ik ongelooflijk goed geholpen. Mensen hebben alles aan gedaan om mijn privacy niet te schenden. Ze hebben me zelfs onder een andere naam in het ziekenhuis gebracht. En daar ben ik de dienstdoende arts ongelooflijk dankbaar voor. De zuster die mij, dat heb ik gezien, die mij de tekst gaf.
die jullie allemaal op Instagram kunnen lezen. Die ben ik ongelooflijk dankbaar, want het geeft me kracht. Ook online krijgt Fred de ene na de andere steunbetuiging. Hij is inmiddels weer thuis en probeert de afgelopen week te verwerken. Ik begrijp dat je een filmpje krijgt. Ik begrijp dat je denkt, jezus wat heftig, of jezus wat grappig, of ha ha ha. Kijk het filmpje desnoods. Liever niet, maar prima. Je kijkt het, je gooit het van je telefoon af en je stuurt het niet door. De gevolgen zijn niet te overzien. Het gaat nu goed met me. Ik zeg al, het moet heen. Ik wil rust. Ik heb een heel groot vangnet. Maar heel veel mensen bij wie dit gebeurt, hebben het niet. Jonge meisjes, jonge jongens, oude vrouwen, oude, wie dan ook, bij wie dit gebeurt. En die niet zo'n vangnet hebben, daar loopt het verkeerd bij af.